In deze film gaan we deze foto omzetten naar een 3D foto. Je kent het op Facebook misschien van gebruikers van de iPhone, maar tegenwoordig kan het ook met gewone afbeeldingen. En dat zijn afbeeldingen als je er met de muis overheen gaat, dan beweegt de voorgrond een beetje ten opzichte van de achtergrond. En dat is op zich helemaal niet zo lastig om te maken. Het enige wat je in Facebook namelijk aan moet geven is van hé, hey, wat is voorgrond, wat is achtergrond en wat zit ertussenin. tussenin? Dus je moet eigenlijk een beetje de diepte aangeven. En dat gaan we gewoon doen in deze foto. Je hebt in de achtergrond namelijk de waterval. En in de voorgrond heb je de zwemmer staan. En door dingen in de achtergrond nu compleet zwart te maken. En dingen die helemaal voorop staan, wit te maken. En alles wat daartussen staat, natuurlijk een tint grijs te maken. Kunnen we Facebook laten interpreteren wat de diepte in de foto moet worden? Helemaal perfect is het niet. Dus het kan zijn dat je dingen een bepaald aantal keren moet uitproberen. Of dat het eigenlijk gewoon helemaal niet zo vrij wordt. Laten we beginnen bij deze foto. Nou, deze foto ga ik in drie stukken splitsen. Ik ga hem splitsen in de zwemmer. Ik ga hem splitsen in de achtergrond. En ik ga hem splitsen in uh, de bodem. De bodem die loopt namelijk van voor tot achter. Als je het in de diepte bekijkt. Hier helemaal onder op de rand. Dat is natuurlijk de absolute voorgrond. En hij eindigt hier in de achterkant. Waar de waterval begint. Daar wordt het vlak weer plat en daar is mijn diepte uit mijn foto. Hoe ga ik dat doen? Ik ga die diepte aangeven door middel van zwart en wit. Wit is de voorgrond en zwart is de achtergrond. En laat ik eens gewoon beginnen met een nieuwe laag. Dat doe je hieronder bij dit kleine icoontje of met Ctrl en Shift N. En ik ga deze laag eens vullen met zwart. Je kunt op de D drukken en dan verspringen je kleuren naar zwart als voorgrondkleur en wit als achtergrondkleur. En deze laag vullen we met zwart door de combinatie Alt Backspace in te drukken. Nu hebben we dus de complete achtergrond zwart gemaakt. En nu ga ik langzaamaan naar voren werken en gaan we eigenlijk gewoon dingen erbij leggen. Ik maak een nieuwe laag aan en ik zet deze zwarte laag achtergrond even uit. Want ik wil zien wat ik doe. En nu moet ik eigenlijk een selectie maken van de grond waar de man op staat en het water van, ja, riviertje, plasje, wat je erachter ziet. Het gaat erom dat je wel vrij nauwkeurige selecties maakt. Dus ik was al zo slim geweest om dat al te doen. Dus ik ga gewoon mijn selectie laden. En ik heb uiteindelijk deze selectie. En deze selectie moet dus wit aan de onderste rand zijn en zwart aan de bovenste rand. Daar moet dus een bepaald verloop in zitten. En daarvoor pak ik het verloopgereedschap. En ik zoom even een klein stukje in. Aangezien zwart mijn voorgrondkleur is en wit mijn achtergrondkleur, gaat dit verloop lopen van zwart naar wit. Dus als ik dan boven begin waar het zwart moet zijn, want dat is het diepste punt. Naar beneden. En daar moet die wit worden. En als ik de shift ingedrukt hou, krijg ik een kaarsrechte lijn. En als ik hem loslaat, dan zie je dat ik daar een verloop in heb. Ctrl D om de selectie op te heffen. En als ik dan uitzoom. En de onderliggende achtergrondlaag aanzet. Dan zie je al wat ik krijg. Moet ik alleen nog een selectie maken van de man? Ik maak wederom een nieuwe laag. En op die nieuwe laag laat ik mijn selectie van de zwemmer. Want ook die had ik al gemaakt. Wat voor kleur moet de zwemmer nou worden? De zwemmer moet de kleur krijgen in de diepte waar die staat. En als ik nou de grondlaag aanzet, dan zul je zien dat dat hier bij zijn voeten is. Dus met het pipetje, sneltoets I kun je gewoon deze kleur selecteren en dan moet je je selectie vullen met de voorgrondkleur, wederom Alt Backspace. En je ziet, de man wordt in grijs gevuld, in dezelfde tint als waar die staat. Deze drie lagen, die vormen dus de diepte van mijn foto. Ik heb zwart, de pure achtergrond, ik heb het grijs van de man en ik heb het verloop van wit helemaal onderin naar zwart, wat de diepte van de grond aangeeft. En ik heb natuurlijk de oorspronkelijke foto. Nou, en beide foto's, dat kan Facebook combineren. Dus ik ga om te beginnen eerst eens gewoon de foto zelf opslaan. En dat doe ik gewoon heel simpel via bestand opslaan als. En ik maak er een JPG van: zwemmer.jpeg. En ik sla hem op in dit geval de kwaliteit 12. Zet ik de andere lagen weer even aan. Ook deze afbeelding met diepte moet ik opslaan. En dat doe ik wederom in een JPG, dus ik ga daar bestand opslaan als, ik kies weer de bestandsindeling JPEG. En nou is het even belangrijk dat je dezelfde naam hanteert, maar dat je daar achteraan zet underscore depth. D-E-P-T-H, het Engelse woord voor diepte. Want eigenlijk, deze afbeelding geeft dus de informatie over de diepte. Nu kan ik ze gaan uploaden bij Facebook en dat doe je gewoon door een nieuwe post aan te maken... Je foto's op te zoeken en je selecteert ze allebei en je drukt gewoon op openen. En wat Facebook nou doet, die herkent gewoon beide foto's en die gaat het al meteen combineren tot een 3D-foto. Je hoeft verder eigenlijk gewoon niks meer te doen. Het is hartstikke eenvoudig, als je maar zorgt dat de namen dus in orde zijn. En na een verloop van tijd is Facebook klaar en zie je dus gewoon dat je als je met de muis beweegt de achtergrond en de voorgrond ten opzichte van elkaar laat bewegen. En je ziet hieronder bij de band dat hij het nu uitrekenen van de waterval niet helemaal goed heeft kunnen doen. Maar goed, op zich de ervaring is toch wel goed gelukt. En het voordeel is, als je dit op een telefoon bekijkt, dan zal dit al bewegen bij het scrollen of bij het kantelen van je scherm. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!